Het wordt steeds een beetje ondieper voor de kust van West-Voorne. Oorzaak verzanding. De groeiende zandplaats zorgt inmiddels voor grote zorgen bij bijvoorbeeld de strandtenteigenaren op het badstrand in Rokanje. Nou ja, vandaag hebben we een soort van branding hier. Maar daar hebben we dus echt een storm voor nodig om hier een soort van branding te krijgen. Maar de echte branding ligt echt 2-3 kilometer verderop. Ja. Als het zo blijft, waar bent u bang voor? Dan we naar Goedeo-vlakke kunnen gaan lopen. En die zorgen zijn terecht, zegt ook de gemeente West-Voorne. We hebben laten onderzoeken in een quickscan hoe groot het probleem is. We verwachten dat ongeveer binnen 40 jaar deze hele kom verzand is. En dat je eigenlijk naar Goeree kan lopen. Zo erg? Ja. Ja. En dat heeft natuurlijk consequenties voor hier dit badstrand. Maar ook misschien wel voor de waterkwaliteit, voor de duinen, voor de natuur die daarachter zit. Voor hoe dit gebied wordt beleefd. Dus dat is wel een probleem voor ons. Gaat het hard? Het laatste 5 jaar gaat echt heel hard. Je ziet de zandbanken jaarlijks gewoon echt flink groeien. Samen met de provincie, het waterschap en de gemeente Goeree-Overflakkee wordt een onderzoek gestart naar de oorzaak van de verzanding. En uiteraard naar wat de juiste oplossing is. Proberen om zo onbevangen mogelijk hierin te gaan. Dus ik ga niet zeggen, oh, het wordt sowieso baggeren of het wordt sowieso het laten gaan of het wordt sowieso iets anders. Want je wil eerst weten hoe kan je zo'n optimaal mogelijke evenwicht creëren wat voor al die belangen gaat dienen. Voor het onderzoek wordt ongeveer een jaar uitgetrokken. Ja, van ons mag het volgend jaar weggehaald worden, het zand. Voor de zandbanken. Dan we weer echt een zee krijgen. Maar ja, dat is een utopie, denk ik, voor ons.